Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb voor jullie weer een Action Shop blog. Je hebt het waarschijnlijk aan de titel al kunnen zien. Maar ik had weer wat dingetjes nodig en ik had de mogelijkheid om naar de Action te gaan. Dus ik ben daar geweest en heb weer een flinke tas vol. Ik ga hem er even bij halen. Dit is de tas met spullen. Dus ja, die ga ik gewoon eventjes met jullie leegruimen en laten zien wat ik heb gekocht. Ik vind dit natuurlijk zelf altijd super leuk om te kijken van andere mensen. En ik merk ook dat deze video's op mijn kanaal best wel goed bekeken worden. Dus ik dacht, ach, we gaan gewoon weer een Action Shop blog opnemen. Dus ben je benieuwd wat ik dit keer heb gekocht bij de Action? Kijk dan vooral even gezellig mee met deze video. Zoals altijd zal ik de prijzen weer in beeld neerzetten. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat iets heeft gekost, de prijs die verschijnt ergens in beeld en dan weet je wat het heeft gekost. Ik begin ook even met een heel basic item en dat is deze douche gel. Dit is, ja, ze noemen het zelf body wash. Dit is van Dove en dit is de cucumber en green tea. Ik ben zelf iemand die best wel veel wisselt met douche gels eigenlijk de hele week door. En dit is wel een van mijn favorieten die ik al jaren gebruik. Dus die van mij was op, dus het was tijd om weer even een nieuwe te halen. Dus die heb ik allereerst gekocht. Dan heb ik een iets gekocht omtrent het sporten. Als niet alles vast wil blijven zitten. En dat is een sports-BH. Als je mijn vlogs volgt, weet je dat ik al een tijdje into het sporten ben. En het bevalt eigenlijk super goed. Maar je eigen BH dragen met het sporten, dat zit niet zo fijn. Dus ik wist dat Action Sport BH zat. Ik dacht, nou, laat ik dat maar eens gaan proberen. Want ik doe veel oefeningen die ook op je rug moeten. En dan zit je steeds met die sluiting van je eigen BH die in je rug prikt. Dat doet gewoon zeer. Deze heeft gewoon gesluiten en die trek je over je hoofd heen aan. Ik heb een emmertje meegenomen. Het liefst wilde ik ook een zwarte, zodat ik er twee tegen elkaar had. Ze hadden die niet, dus ik heb nu maar eentje meegenomen. Ik heb er één voor mijn verjaardag gevraagd. Dus dat is deze en daar, die ga ik gewoon lekker gebruiken met sporten. Dan heb ik ook fitness gloves gekocht. Niet dat ik fitness doe, maar ik heb best wel veel oefeningen waarbij ik mijn handen op de mat moet zetten. En bijvoorbeeld ja, echt, dat ik echt de kracht moet hebben uit mijn handen. En ik glij heel vaak weg, omdat het allemaal te glad is. Dus ik dacht, als ik nou handschoentjes aandoe, dan heb ik misschien wat meer grip. Het zijn gewoon met vinger, van die ja, halve vingerdingen. Ik heb ze in... zit er eigenlijk een maat op? Volgens mij niet. Er staat bij Neoprene Overs Extra Grip During Power Training. Deze man heeft ze toevallig aan met het dragen van gewichten. Ik gebruik zelf dumbbells en die glijden ook nogal snel uit je handen. Dus dit leek me wel heel erg handig. En volgens mij is het één maat. Oh nee, dit is SM heb ik ze. Dus deze ga ik ook lekker gebruiken bij het sporten. Dan heb ik een setje met kleine markertjes gekocht. Dit zijn gewoon highlightertjes. Into het knutselen. En ik wil ook wat meer lijstjes gaan maken. Dus ik dacht, dan is het gewoon handig als je kunt afstrepen. En het is wel leuk, want hier staan allemaal tekstjes op. Of hartjes. Je hebt hier bijvoorbeeld oogjes. Dan heb je hier Stayweld. Een soort pantenprintje zie ik hier. Is it Friday yet? And you glow girl. Dus die heb ik even meegenomen omtrent het knutselen. Dan heb ik even een heel basic item ook. En dat is deze bak. Ik wilde wat dingen gaan organiseren. Deze is eigenlijk nu bedoeld voor het toilet. Ik heb een bak staan waar de dingetjes in zitten voor de vrouwelijke medemens. En die staat nu open, dat bakje. En ik merk toch, het gaat veel stof happen. Je hebt het gewoon niet dagelijks nodig. En ik dacht, als ik nou gewoon een bak haal waar alles in kan, kan ik die afsluiten. Komt er ook niet zoveel stof meer bij. Ik weet niet of die in het toilet gaat passen, want ze hadden niet heel veel keuze. Je ziet hier een hele mooie plaat waarbij ze best wel veel maten hebben. De Action waar ik was, had dat niet. Dus ik ga het gewoon proberen. En als het past, dan is het mooi meegenomen. Past het niet? Ja, weet je, zo'n bak komt altijd wel van pas. Dus op zich is dat niet het grootste probleem. Maar in ieder geval eventjes een bak. Dan heb ik een heel groot item en dat is deze Bamboo Coffee and Tea Box. Ik heb hem anders. Ja, heel slim.
Dit is een box en daar kun je dus of thee in bewaren of je koffie. Er staat ook een hele leuke print op. Ik kwam deze tegen bij heel veel mensen op Facebook. Ik ben lid van zo'n pagina van Action waarbij mensen dus laten zien wat voor dingen ze nu bij de Action hebben of wat ze hebben gekocht. En ik was er gelijk helemaal weg van. Ik heb zelf een Dolce Gusto. Ik heb twee koffiezetapparaten. Ik heb een Cecil en een Dolce Gusto. En de cups van de Dolce Gusto zijn best wel groot. Dus je hebt niet echt heel makkelijke opbergruimte. Ik bewaar nu één deel altijd in een doosje. Maar ik heb best wel verschillende smaken. En ik zag dus dat mensen deze ook hadden gebruikt voor de Dolce Gusto. Toen dacht ik, ja, ik moet ook zo'n bak hebben. Dan kan ik mijn cups ook weer netjes opruimen. Ik ben altijd wel een beetje van alles opruimen. Dus je kunt ook je koffieapparaat er bovenop zetten. Ik ga er nog even een plekje voor zinnen. Maar hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Er waren ook heel veel mensen trouwens die de bovenkant hadden zwart gespoten. Maar hier op de achterkant zie je de bovenkant wat beter. En er staat dus gewoon wat dingen op zoals koffie en theetjes. En ik vind het wel een hele leuke bovenkant. Ik zou hem zelf niet sprayen, maar in ieder geval deze grote doos, die best wel zwaar is ook trouwens. Dan nog weer even een basic item en dat zijn de kattenbakfilters. Deze heb je in mijn vorige shopblog ook al kunnen zien. En ik heb nu sinds kort een kattenbak erbij. En ik heb die in mijn allereerste kattenbak, de vervangende kattenbak, zeg maar, de roze, die had ik hem al in vervangen. In mijn nieuwe kattenbak hoeft die nog niet, want die zit er net in. Die wordt nog niet zo lang gebruikt. Maar ik dacht, ja, nu Action deze dingen heeft, wil ik gewoon een voorraadje hebben. En ze werken echt heel goed. Ik heb ze dus nu in één kattenbak zitten. En je kunt volgens mij twee filters halen uit twee keer kun je met zo'n bakje doen. Dus ik heb nu even een voorraadje. Want ik dacht, ja, bij de Action weet je het nooit, hè. Bij Action kunnen dingen zomaar ineens weer weg zijn. Ik neem er nog wel even twee mee. En voor het geld hoef je het niet te laten. Want ze zijn nog super goedkoop. Dan heb ik een kleurboekje met potloodjes. Dit is een boekje. Er zitten gewoon platen in en die kun je dan inkleuren. Leek me wel leuk. Heel basic. Zit wel trouwens, de potloodjes zitten wel in een heel mooi doosje, moet ik zeggen. Maar ja, komen altijd wel van pas. Er zitten volgens mij wel leuke tekeningetjes in. Dus nou, die heb ik gewoon even meegenomen onder het mom van het knutselen. Ik moet ook zeggen, ik moet wat meer ontspanning opzoeken voor mezelf. Want ja, ik merk soms dat ik te weinig ontspanning neem. Dus dit soort dingen zijn dan wel heel erg leuk. Dan heb ik ook nog twee setjes met stempels. En ik heb ze in grote en in kleine lettertjes. Het zijn de kleine lettertjes. Hier heb je gewoon A tot en met Z. En je hebt een vraagteken, een uitroepteken. Dan heb je ook cijfers. En de maanden. Dus dat zijn deze met de kleine letters. En dan heb ik ook een variant dus met hoofdletters. Ik vind het ook wel heel erg leuk om kaartjes te gaan maken. Ik zou wat meer kaartjes willen maken. Dus ik dacht, nou, deze stempeltjes zijn wel leuk. Volgens mij zijn ze ook nog vrij groot als ik het zo zie. Dus ik ben heel benieuwd. Dus deze ga ik weer gebruiken voor het knutselen. Dan even weer een heel basic item. En dat is de wasmiddel voor de witte was. Daarvoor wilde ik ook naar de Action, want die was op. Ik neem er altijd gelijk twee varianten mee. Want mijn huidige fles die was op. Dus ik dacht, dan kan ik gelijk er eentje gewoon neerzetten in het wasmiddelenbakje. En dan heb ik er gewoon eentje weer voor de voorraad. Bij de Action zijn ze gewoon best wel goedkoop. Er gaan 15 wasbeurten uit. Dus ik dacht, nou, gewoon er even twee dingetjes met wasmiddel. Dan heb ik weer eventjes een voorraad. Dan kan ik weer eventjes vooruit met wassen. Wat ik dan heb gekocht, dat is een afwasmiddel. Dat is die van de lijn van de Action, van de eigen lijn. Dit is trouwens weer de limited editie. Ja, je ziet het een beetje aan de dingetjes hierop, zeg maar. Maar ik vind de producten van de Action echt heel goed. De schoonmaakmiddelen. En ik was wel benieuwd ook naar de afwasmiddel. Deze met orange en jasmin. Kan ik hem al ruiken? Nee. Nee, je kan hem niet er doorheen ruiken, maar ik ben wel heel benieuwd. En ik ben zelf niet iemand die heel erg vast zit aan afwasmiddel. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik ga gewoon zo'n flesje meenemen. Ze zijn super goedkoop en wie weet bevalt het. Misschien zijn ze wel zo goed dat ik later denk van, nou, ik ga gewoon een heel voorraadje inslaan. Dan heb ik gewoon een voorraad van dit spul. Maar hier was ik heel benieuwd naar, aangezien ze gewoon een hele schoonmaaklijn hebben bij de Action.
Goed, dan gaan we verder. Dan heb ik nog iets in de trant van sporten en dat is een springtouw. Ik had laatst een oefening daar een springtouw bij nodig en die had ik niet. En bij de Action hebben ze springtouwen die lekker goedkoop zijn. En ik dacht, ja weet je, voor het sporten kan dit wel handig zijn. Neemt weinig ruimte in, een springtouw. Ja, ik heb vroeger best wel veel gedaan. Hij is 250 centimeter, dus ja, het zal wel prima zijn. Ik kan deze gewoon gebruiken bij het sporten, dus heeft niet heel veel uitleg nodig, denk ik. Dan heb ik eventjes een Audiomatic Spray Refill gehaald. Je hebt deze ook van Airwick. Daar zijn de oorspronkelijke van. Daar is het apparaat ook van. Alleen die zijn een stukje duurder als die van het eigen huismerk. Deze is met flowers. Ze zou je ruiken tot 60 dagen. En ja, ik vind het wel fijn dat ze ook een eigen huismerk hebben. Ik denk niet dat ik hem al kan ruiken, want dan moet ik gaan sprayen. Oh! Wow, ik ruik hem al een beetje. Ja, hij ruikt heel lekker. Hij is heel lekker fris. Oh, dat is een goede keuze geweest. Ik heb nu momenteel ook weer meer die spray aan. En die van mij die zat niet heel vol meer. Dus ik dacht, nou laten we gewoon eventjes een spraytje meenemen. Dan heb ik weer eentje op voorraad. En ik vind het echt heel fijn spul. En ik ben blij dus dat ze het nu ook van het eigen merk hebben. En deze ruikt dus ook nog eens super lekker. Dus ik vind het dikke prima. Even kijken hoor, dan heb je nog een paar items die niet heel bijzonder zijn. Maar dat is weer het ondergoed. Deze waren trouwens op het moment dat ik ze kocht in de aanbieding. Dus de oorspronkelijke prijs die in het beeld staat zal iets afwijken van de oorspronkelijke prijs. Maar het zal niet heel veel zijn. Ik heb allereerst twee witte boxershortjes. Ik had laatst een keer de boxershorts meegenomen. Die bevielen ook super goed. Dit is echt zo fijn spul. Ik heb altijd SM en die zijn gewoon heel erg fijn. Dus dikke prima. En dan heb ik gewoon twee keer de normale broekjes gehaald in het zwart. Want dan heb ik gewoon even een voorraadje. En die dingen die, ja, ik kan ze je echt aanraden. Ze zijn niet duur en ze zitten ook nog eens heel fijn. Want ze hebben verder geen naadjes. Dus dat is wel heel erg prettig. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Wat ik ook nog eventjes heb gehaald is weer een kledingrollerset. Met katten in huis moet je je continu eigenlijk afrollen. Vooral als je de deur uitgaat. Ik heb momenteel ook zwarte kleding aan. Nou, dan gaat het helemaal hard. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer even een setje meenemen. Ik had ze de laatste keer gekocht. En ik vond ze eigenlijk super fijn. Ze kleven super goed. Dus ik dacht, nou, even een nieuw setje. Heb ik weer even een voorraadje. Want ik hou er even van voorraad. En dan heb ik nog wat spulletjes van de make-up hok meegenomen. Allereerst kwam ik een foundation tegen en dat is deze van Max & More. Hier was ik heel benieuwd naar. Ik heb volgens mij de allerlichtste kleur. Oh, die is hazelnoot. Oh, als dat de lichtste kleur is, dan is die denk ik vrij donker. Ik zag geen lichtere kleur dan deze. Het is een matte foundation, dus we gaan gewoon kijken of die... Ik ga hem gewoon testen en dan zien we wel of dat die licht of donker is. Maar ik had nog nooit echt foundation gezien bij de Action. Ze hebben normaal wel BB creams gehad, maar nog nooit een echte foundation. Dus dit was nieuw. Dus allereerst die. Dan heb ik een heel erg leuk oogschaduwpaletje. En dit is... dit is de Colors of the Wild Eyeshadow Palette met 12 natural colors. Baked Eyeshadow Selections. Nou, ik vind dit doosje al super leuk. Je ziet ook echt gewoon allerlei printen van dieren. Hier zie je een panterprintje en hier zitten de kleurtjes. Ik heb een tijdje geleden ook een keer zo'n oogschaduwpaletje meegenomen. Die was een beetje van het sterrenstelsel. En deze heeft deze kleurtjes. Kijk maar, hoe leuk is dit? Dat andere paletje beviel echt super goed. Maar ik zie nu ook echt hoe leuk die is vormgegeven. Ik heb wel eventjes gekeken in de winkel of ik er eentje had die niet gebroken was. Er zit ook een spiegel in. Hi. En kijk nou hoe leuk. Je hebt hier bijvoorbeeld een giraf. En een cheetah. Of een panter. Een olifant. Wauw, die is echt heel erg leuk vormgegeven. Ik ben echt benieuwd naar dit paletje. Hey, ik vond hem er heel leuk uitzien. Ik had hem al een tijdje op mijn lijstje staan. Maar het heeft heel erg lang geduurd voordat deze in de winkel lag. Maar nu hadden ze hem eindelijk. En de laatste twee dingen die ik heb, dat zijn ook nog twee oogschaduwpaletjes van Fat Factory. Dit zijn namelijk neon paletjes. Dat zie je al, ze zijn heel erg neon. Het zijn de Tropical Beauty en je hebt dus een groene. Je hebt twee varianten en hij heeft verder geen naam. Maar hij ziet er wel heel erg leuk uit. Je hebt dit soort kleurtjes erin zitten. En dan heb ik de oranje variant.
Ook deze stond al even op mijn lijstje, maar die had ik ook nog al even niet gespot. Maar nu hadden ze ze en die heeft deze kleurtjes. Dus heel erg blij mee. Het ziet er super leuk uit. Ik kan niet wachten bijna om ze te gaan testen, want ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Dus dat waren de twee laatste items van mijn shoplog. Nou, dan was dit dan alweer mijn Action Shoplog. Het valt eigenlijk wel mee. Ik heb het best wel netjes gedaan, vind ik zelf. Ik had trouwens ook nog een shopper, want ik had natuurlijk weer geen tas bij me. En ik heb een... Ik vind hem wel leuk. Dus niet heel interessant, maar misschien nog even dacht ik om te vermelden. Ja, ik ben weer blij met mijn items. Heb ik echt een favoriet item wat ik heb gekocht? Sowieso de koffiebox. Die vind ik heel mooi, want daar was ik al een tijdje naar op zoek. Die zag ik dus al bij verschillende mensen voorbij komen. Toen dacht ik, oh, ik hoop eigenlijk dat ze ze nog hebben. En ik las nu dus ook dat ze er alweer uitgaan. Ik ben er op tijd bij geweest. Verder ben ik blij met mijn oogschaduwpaletjes. Gewoon de make-up. En eigenlijk ja, met alles. Maar weet je, sommige dingen zijn gewoon gebruiksdingen. Die heb je gewoon nodig. Maar in ieder geval, ik vond het wel heel goed geslaagd. Ik hoop in ieder geval dat jij het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij nog een favoriet item hebt uit mijn shoplog. Wat je het leukste vond dat ik heb gekocht. Laat het zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je weer super bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En ben je namelijk nog niet geabonneerd? Dan kan dat heel makkelijk door op dat rondje met mijn gezicht te drukken aan het einde van deze video. Of op mijn kanaal zelf even op die rode button drukken. En daar staat daarnaast een belletje. Als je die aanzet krijg jij een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En hoef je niks meer te missen. Nou, ik ga even een heleboel opruimen. En ik hoop jou weer bij een volgende video te zien. Doeg!